Goedemorgen. Goedemorgen en welkom allemaal bij de opening van de nieuwe nationale supercomputer. En dat goedemorgen en welkomstwoord, dat geldt voor u hier in de zaal, maar ook voor de kijkers thuis. Als het goed is, is de livestream begonnen en ik hoop dat iedereen het goed kan volgen. Mijn naam is Peter Michielsen, ik ben werkzaam bij SURF. Ik heb een lange achtergrond in supercomputing, sinds 1986 ongeveer. Daar gaat het nu even niet over. We hebben straks een aantal interessante sprekers. En om eerlijk te zijn, ik ben wel blij dat we begonnen zijn. Want dan slaap ik wat beter. En omdat het om een feestje gaat, we gaan een feestje vieren. En een feestje kun je eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen. Dus laten we met elkaar afspreken dat we het feestelijk doen. Openingen van nationale supercomputers die zijn niet zo gebruikelijk. Ik denk dat dit sinds 1984 de zesde officiële opening is. En u weet ongetwijfeld dat we voor vandaag een hele speciale gast hebben die de opening zal verrichten, koningin Maxima. Dat gebeurt na de pauze. Tot de pauze hebben we een aantal interessante sprekers, een aantal gasten die hier op het podium iets zullen vertellen over het aanbestedingstraject, hoe de machine eruit ziet, hoe NWO daar tegenaan kijkt. We gaan er een feestje van maken en laat ik vrij vertaald zeggen, we're going to have a wonderful evening. En laten we daar een morning van maken, zoals popgroepen bij een concert doen. Goed, we gaan over tot de eerste gast op het podium. De eerste gast die ik op het podium zou willen hebben is de voorzitter van de Raad van Bestuur van SURF, mevrouw Jet de Ranitz. Dag Peter. Goedemorgen Jet. Welkom. Welkom op je eigen feestje. Ja. Hoe voelt dat? Nou, top. En vooral voor onze collega's. Er zitten heel veel collega's in de zaal die dagelijks met supercomputing bezig zijn. En zij hebben zich echt helemaal de tandjes gewerkt om hier vandaag te komen. En het is voor jullie vandaag. En voor al die onderzoekers die er gebruik van maken. Precies. Dus dat betekent een gevoel van trots. Ja, zeker. En ik neem aan dat je dat gevoel ook over wilt brengen op niet alleen onze collega's, maar ook op al die onderzoekers en al die mensen die iets te maken hebben met de financiering van onderzoek. Ja, zonder deze gemeenschap was het niet mogelijk. Wij doen dit met z'n allen en het is ook een lang traject geweest. Hè. We zijn al 3-4 jaar bezig om Snellius voor elkaar te krijgen. En daar hebben ontzettend veel mensen aan meegewerkt. Van NWO, van OCW, onze eigen collega's hier bij SURF. Maar natuurlijk ook onderzoekers. En straks blijft dat werk natuurlijk ook doorgaan. Want we proberen dat ook steeds te verbeteren. En ook elke onderzoeker die weer met een spannende nieuwe vraag komt, leren wij van. En dat maakt dat ook wij weer nieuwe dingen moeten verzinnen om met hen mee te ontwikkelen. Precies. Dat aanbestedingstraject van de supercomputer, je noemde het al, dat is een langdurig proces. Nou, we hebben ook wel een paar hobbels gehad tussendoor. Kun je er nog iets meer over zeggen met betrekking tot criteria? Wat hanteren we nou met elkaar? Nou ja, hij moet natuurlijk hij moet het goed doen. Zo snel als mogelijk binnen het budget dat wij hebben, waarbij we ook niet kijken naar, we willen de grootste. We kijken naar wat werkt het best voor onderzoek in Nederland en voor het type onderzoek dat de mensen hier willen doen. En we weten ook er is in de wereld nog sneller te krijgen. Dat doen we Europees, daar werken we voor samen. Dus als je dat wil, dan krijg je eigenlijk via Snellius de opstap naar nog iets groters. Wat wij met Europese samenwerking mogelijk maken. En voor deze is duurzaamheid natuurlijk ook echt belangrijk. Want we zien dat dit soort capaciteiten ook veel energie vraagt. Dus we hebben gekeken of we de energiereductie zo groot mogelijk konden laten zijn. Ja. Maar ook de bedrijven waarmee we werken, in dit geval Lenovo. Wat doe je zelf aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wie zet die computer in elkaar? Is er geen sprake van kinderarbeid? En dat soort zaken letten we ook op. En daar is Lenovo met complimenten mooi heel goed uit de bus gekomen. We waren echt onder de indruk. Nou, dat is zeker. En we gaan straks ook horen van Lenovo zelf, zeg maar, hoe het systeem eruit ziet. Mogen ze ook zelf uit. En vervolgens vragen we Walter Lioen van SURF zelf of dat allemaal klopt. Dus dat is een mooi dingetje wat we gaan checken met elkaar. Nou, dit is wat ze de baas verteld hebben. Ja, nee, zo werkt dat. Duurzaamheid.
Je noemt al duurzaamheid. Duurzaamheid is niet alleen zeg maar, het reduceren van het energieverbruik. Ja. Maar het zijn ook een aantal andere aspecten. Hebben we dat expliciet terug laten komen in de aanbesteding zelf? Ja, dat zit in de aanbesteding. Als je dat niet waar kon maken, dan kwam je er niet doorheen. Dus dat is streng geweest. Ja. En het is overigens ook iets waar we naar kijken op het moment dat we de computer in gebruik nemen. Hè? Want ook de manier waarop je, het type programma's dat je erop laat draaien, of hoe je een algoritme in elkaar steekt. Ja. Ja, dat kan ook energiezuinig of minder energiezuinig. Dus ook bij het gebruik letten we daar erg op. Precies. Een van de innovatieprojecten, dat zou je ongetwijfeld ook weten, is van hoe kunnen we nou het energiegebruik van die machine efficiënter maken door bijvoorbeeld op een andere manier te schedulen. Ja. Dus inderdaad, dat soort zaken doen we. Je noemde net ook al de internationale positie van dit systeem. Ja. Als je nationaal en internationaal kijkt, dan hebben wij hier de grootste machine van Nederland. Ja. We hebben een aantal universiteiten die hun eigen machines hebben. Ja. Maar we hebben internationaal, Europees en in mondiaal verband hebben we de T0 systemen, Euro HPC. Ja. Hoe zeg maar, verhoudt dit systeem zich nu tot alle andere dingen in Europa? En wat is het belang voor ons om ook in Europa mee te doen? Nederlandse universiteiten, Nederlandse onderzoekers, die spelen mee in de top van de wereld. En dat vinden we belangrijk, want dat is ook goed voor het Nederlands bedrijfsleven. En we zien natuurlijk dat er steeds meer data beschikbaar komen, steeds meer data gebruikt worden. Nou, dat moet je ook allemaal kunnen verwerken om dan ook echt tot de antwoorden op die maatschappelijke vraagstukken te komen. En wat we willen is dat er een soort systeem is waarbij je voor het meer eenvoudige werk prima op je eigen universiteit terecht kunt. En dat als het echt complex wordt, dat we dan een nationale voorziening hebben. Dat is Snellius. En als je echt meespeelt met de top van de wereld en je wilt nog iets ingewikkelders doen, dan krijg je via Snellius ook toegang tot die EuroHPC. En bij EuroHPC werkt het ook zo dat als jij niet al kunt aantonen dat je ervaren bent in het werken met dit soort faciliteiten en dus met Snellius, dan kom je er daar ook niet op. Precies, precies. Dus ook zeg maar die criteria, wanneer kun je wel meedoen, wanneer kun je niet meedoen, daar hebben we onder andere NWO voor om ook die beoordeling te doen. Precies. En dat gaat uitstekend voor zover ik weet. Goed. IJzer is één ding, expertise is een ander ding, menskracht. Kun je daar kort iets over zeggen? Want ik wil inderdaad eventjes op de naam Snellius terugkomen als je wilt. Ja, nou ja, we hebben collega's als Henk Dijkstra die straks over zijn onderzoek gaat vertellen. Die is ontzettend ervaren. Die hoeven we eigenlijk niet meer te leren hoe die met Snellius moet werken. Maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel onderzoekers die voor het eerst met een supercomputer aan de slag gaan. Of die uit een discipline komen waarin het gebruik van supercomputing niet gewoon is. En daar is ons team heel belangrijk voor, om dan te zorgen dat die toegankelijk is, juist ook voor dat soort onderzoekers, zodat zij ervaring kunnen gaan opdoen en net zo ervaren worden als mensen als Henk. Precies. Nou, laten we dat als streven aanhouden. De naam Snellius, de machine die we nu hebben, zijn voorganger is Cartesius, ja. En daarvoor hadden we Huygens. En voor die tijd, nou, ik zal niet zeggen, deden we maar wat, maar dan hadden we een naam. De plaatselijke kroeg, toch? Precies, dat is ook nog geweest. Kun je iets zeggen over hoe werkt dat proces om tot een naam te komen? Hoe is dat intern gedaan? We hadden een jury. Hele goede bijeenkomsten met de jury gehad, kan ik jullie vertellen. Lang en uitgebreid over vergaderd. Zeker. Niet zoveel drank trouwens, want het moest online. Ja. We hebben allemaal inzendingen gehad van collega's en mensen uit onze community. En al die inzendingen zijn wij nagegaan. En je kunt je voorstellen, ik wilde heel graag de naam van een vrouwelijke wetenschapper. Maar ja, de vrouwelijke wetenschapper die op dat lijstje stond, dat was Ada Lovelace. En ik vond dat persoonlijk een hele mooie naam. Maar als je gaat googlen op Lovelace, dan krijg je een heleboel, maar niets over supercomputing. Precies. Dus toen ben ik overstag gegaan en is het toch Snellius geworden. Snellius geworden. En ook dat is een Nederlandse wetenschapper van naam en faam, wiskundige, die ook echt iets heeft met dit vakgebied. En ik vind het mooi dat wij een Nederlandse wetenschapper kunnen eren. Fantastisch. Daar komt Walter Leeuwen in zijn presentatie straks ook nog even op terug. Heel fijn. We zijn fantastisch op de tijd op dit moment. Dank je wel. Helemaal goed. Voor je aandacht. Veel plezier vandaag. Dankjewel.